Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe Faction episode. Vandaag zijn we hier weer op play.opcraft.net en we gaan vandaag lekker PvP'en. Ja, het wordt aan Tarik. Jo, komt er al iemand? Er komt iemand. Okay. Not shuffle. Strength. Swiftness. En daar is hij, daar is hij, daar is hij. Zie je hem al? Ik wel. Krits, wat krits. Wacht die krits. Oh, oh, oh. Hij staat AFK. Lekker. Hij staat AFK. Wat? Oh gast, ik heb mijn bazooka niet weggedaan. Mijn bazooka boom met punch 5. Woehoe. Kijk dit. Bam. Oké. Okay. Ik ga even naar mijn stipje. Nee? Oké. Okay. Lek je hem nog trouwens? Kennis. Plaats hier even een beetje glowstone. Heb je kill build op deze gedaan? Kijk uit! Hier zit een gek groot hol. TPA voor raid. Hey, doe even kit build the base vast. F slash TPA set. Ja. Oh, wacht, TPA hier, TPA naar mij. Oh, wacht. Wacht, ik wacht, TPA vast naar mij. Oké. Okay. TPA Drifter King slash F Woo Drifter King. Oké, okay, TPA naar die vent. Ik verwacht van hem dat hij max hebt. Ja, ja, ja. TPA Sept. Tarikje 12. Je hebt niet gestuurd. Ik zit in zijn base. Slash F enemy. Drifter King. Ja, wacht. Ik wacht heel even. Slash TPA. TPA nog eens. Slash ITPA. Accept. Nog eens. Yo, ik heb hier ook accept. Stot. Hij ziet mij niet. Ik check even zijn chest. Oh, hij fucking wil zand voor de base. Dat is echt chill. Ja, voor regen walls. Hij bouwt naar boven, Waar ben jij? In die hoek? Zit jij vast in een hoek? Heb je creepers? Doe eens kit raid, diep kit raid. Oké, okay, kaas de creeprex. Slash kit spatie R-A-I-D. Die vent is hier, Hij ziet ons wel niet. Hij ziet me. Hij dropt! Nee, ik sloeg met mijn fucking... Ik sloeg met mijn potion. Ik redde hem nu, wacht even. Nee, jongen. Helm. Zijn. Hij wil eruit. Nee, hij is eruit. Wacht, ik blokglitch. Creepers. Vlieg me omhoog. Oh shit, hij gaat weg. Hij is er niet weg, hij zit daar in de hoek. Pak een enderpul. E-pul op hem, als je een enderpul hebt. Ik boogspam die vent. Hij reageert. Doe kit en de pearls. Kit en de pearls naar die vent. Ja, hij komt weer voor PvP. Ik zie hem nog niet trouwens. Hij is hier aan de zijkant, ik boog op hem. Ik
Ik heb een punchbone niet bij. Hij wil blokken, hij wil blokken. Ah, dat is ons enderbot, dat is ons enderbot. Ik zie jou. Hij is langs je. Hij belt mij in, hij wil mij eruit hebben. Hij zit op! Hij zit op! Die vent is dood, vriend. Gewoon kritten. Hij dropt! Nee, hij boos zich! Ga aan de kant. Ik zie niks, man. Heb je nou je brightness al hoog gezet, Tarik? Anders is de echte return to view, kijkers. Yo. Ik zit achter hem. Ik zit achter hem, maar... Ja, ik heb hem! Hij heeft superveel gear! Titan en shit. Zijn hoofd is 48.000. Nee, pak dan alle stuff. Hier heeft fucking veel armor. Doet hij pv? Oh my god. Allemaal goed armor. Hij had niet door dat ik in zijn rug zat en dan zijn helm was gedropt. Iets van 3 setjes heb ik nu al. Koelkast is GG. Exotic shit. Ja. Exotic sword en shit zo. Dit is gewoon een default speler. Nou. Maar we zitten hier aan een redelijk grote beest, hè. Maar hij is volgens mij hier aan het werken of zo. Ik weet niet hoe die heet, hè? Slash F map. Wow, slash F Wu-Tag. Het is gewoon een eenman faction. GG. Dit is nog een pickaxe. Zult dat pickaxe? Ja. Gast, dat is 1 mil, hè? Gast. Die is dik. Dit is gewoon shit, jongen. Ik mag even mee met een TPA. Heb je strength potions? Ik ga wel even naar onze base toe. En even daar stuff storen. Want ik heb heel mijn inventory vol armor. Deze vent, gast. Ik heb fucking 6 helmen. 6. Allemaal nog goeie, hè? Gelukkig pakte ik die pickaxe nog op, want ik had gewoon al zo... Nooit meer gear. Ja, ik ga wel terug. Ik ga wel direct slashback. Ik pak even wat potions en shit weer. Ja, daar kunnen we even niks aan doen, want de base zit te veel arme golem spawners in, dus... Nee, jongen. Ja, die van mij was ook zo gedropt. Ik ga slash back. Ik kijk wel even. Niet naar mijn TPA. Doe een slash back. En nooit TPA sept in een beest doen. Ja, hij is alweer. Hij is alweer mijn armor. Ja. Oh, gast. Met goed. Help mij. Hij dropt! Ready is goed. Ik heb hoed op mijn notje. Oh, hij is eruit! Ik wist niet of hij al die notch was. Hij heeft goede stuff. Notch! Iemand zijn helm. Aan de kant, Tarik. Tarik, kom op. Mijn helm. Ik ga droppen.
Zijn helm ook. Ik ga door. Hij is op 10, hij is op 10. Ik heb geen extra set mee, gast. Ik had maar 1 set. Wacht. Ga door, ga door, ga door. Ga jij maar door, ga maar gewoon op. Ik hoef geen regeer. Kill hem maar. Hij heeft weer regeerd, hij is weer geregeerd. Ja. Ga maar. Nee, ik zie amper iets, jongen. Wacht, ik ga regeren, ik ga regeren. Wacht hier. Jij hebt nog genoeg gear, hè? Of niet? Daarom, daarom ga ik. Bowen, bowen. Probeer iets te fixen. Heb je nog een helm? Voor mij. En een chestplate? Oké. Gast, ik zie echt amper iets, man. Hoe kom je daar? Oh, zo. Hier, kaats, kaats, kaats. Kaats die chestplate en helm. Hij is er alweer, laat maar. Ja, ik ben dood, jongen. Dat kan niet anders. Een chestplate gaat uitroepen. Ja, mijn chestplate is gedropt. Gast, mijn chestplate is gedropt. Hij zit niet door, hij zit niet door. Ja, van jou dropt iets, van jou dropt iets. Wat dan niet? Hij heeft anti-knockback. Prove it. Ja, hij zit in het water, hij zit in het water. Ik heb boven, ik spam hem daaruit, ik spam hem daarin. Ik probeer, kijk uit, hij komt naar jou, gast. Oh my god. Nee, nee, gast, let nou maar. Ik sta. Ik ben dood. Ja, gast. In de muren. Blijf daar. Overleef het zo lang mogelijk of ga even weg. Dan ga ik even gear halen. Zorg ervoor dat je even weggaat. Of overleef het nog even een paar seconden. Ik ga nou snel gear halen. Ben dood. Ik kom. Paar seconden, paar seconden. Oh, die endel. Echt niet? Ben je dood? Ja, oké, ga wacht even. Doe slashback dadelijk, wacht even. Maar hoeveel gear nam je mee dan? Ja, niet 2 extra. Oké, ga maar slashback, ga maar slashback. Ja, ik tip bij. Echt? Nee. ITPA septen. Kost. Yo, lekker, lekker, lekker. We gaan even. Ziet hij het niet? Kom, ga weg hier, Tarik. Niet dat je dood gaat. Hij ziet niks. Hij is een brightness gek laag of zo. Oh, Tarik, ik zeg nog, ga je nou weg? Hij ziet niks. Hij ziet me niet. Hij ziet me niet. Hij ziet me niet. Oh shit! Notch! Ja, het is boots. Yep. Oh, hij heeft nog een setje gear, jongen. Deze vent is niet normaal rijk, jongen. Voor 1 persoon, jongen. Dat is niet normaal. Oh, hij heeft heks. Hij heeft zijn heks aangezet. Ik kan hem niet hitten. Ja, ik kan hem niet hitten in water. Hij heeft 5 blokjes range. Kom maar, jongen. Kom maar. Kast, ik rek deze vent.
Hij wil eruit, hij wil eruit. Gast. Ik heb zijn helm, ik heb zijn helm. Ik heb het kleur zo uit worden. Notje. Ja, ik heb hem! GG, ik kan niet accepten. Oh ja, ik kan accepten. Ik heb weer zo'n hoofd van 40.000. Misschien. Ik heb weer zo'n futsing hoofd van 40.000. Ik moet hier weg, gast. Ik moet hier weg. Wacht, ik zet mijn home hier, ja? /home/idel/home/ra/set/home/op/i/set/home/op/f/home. Gast, beter komt die vent niet terug. Hij had weer allemaal god armor, hè? Ik heb geen enkel setje verspeeld. Ja, ik heb geen enkel setje verspeeld. Dus dat kan nog gerepaired worden door Ajax of zo. Allemaal overlord. Ja, wacht nog even. /PV1. Gast, wat we vandaag voor profit hebben gemaakt op een PvP. Ik heb van zijn hoofden 100k, die Silk Touch Pickaxe, 1 miljoen. Dat is al 1 miljoen 100 en 100k. Dan hebben we nog ongeveer 8 zetten armor. Dus dat is ongeveer, ja, ook wel zo'n 500k, want het is allemaal gek goed armor. En dan hebben we ook nog een beetje verlies, zeg 3 setjes. Hoeveel? Ja, 2 setjes. Ik had ook 2 setjes, dus 4 setjes. Dus hebben we een dikke profit gemaakt. Dus nou, als jullie deze video leuk vonden, vergeet dan niet te liken, te subscriben. Laat een comment achter en dan zien we jullie later, mensen. Later. Nice, nice video. Niet heel erg, of wel? Goeie video. GG. Ik ga even alles cellen. Als dadelijk Ajax of zo online is, ik heb hem even in de kal gevoegd. Dan kan hij die...